Welkom bij mijn channel Fasi You. Mijn naam is Barbara de Boer en ik ben op weg naar het ziekenhuis. Het is weer zover. En kijk, tot het Suriname laten halen. Als jullie me goed volgen, dan hebben jullie er al een keertje gezien. Ze zegt niet veel, maar is niet erg. Ze is mijn steun en toeverlaat, Judy. Ze gaat vandaag met me mee om een gezelschap te houden. Je kunt jullie weten, als je iemand meeneemt, is het altijd verlichtend. Ik ga voor de CT-scan, de glamourfoto en we gaan in de spa liggen. Dus ik neem haar mee naar mijn Kapelse kasteel. Gaat ze even zien wat ik om de 3 weken naartoe moet. Alleen dit is om de 3 maanden. Wat ik vandaag ga doen is om de 3 maanden. Even een update geven hoe het met mij gaat. Het is anders verlopen zoals ik in mijn vorige vlog heb gezegd dat ik naar Kwaku zou gaan. Helaas heb ik Kwaku moeten afzeggen, want deze kuur was nog een beetje zwaarder. Ik was snel moe, moest heel veel naar de wc. En zoals jullie hebben gemerkt op mijn tripje naar Utrecht, heb ik ook niet veel kunnen doen. Ik ben nog wel gaan helpen bij Miguel en bij Avenue 9, maar dat was ook alles. Maar uiteindelijk heb ik besloten om niet te gaan, omdat de randvoorwaarden niet voldeden. Ik moet ergens kunnen zitten. Ik moet heel gewoon naar de wc kunnen. En als ik moe ben, moet ik ergens kunnen liggen. Nou, dat gaat niet. En als je daar afhankelijk bent van anderen die er nog niet gelijk weg willen, ik wil geen last voor hun zijn. Dus heb ik een pijnlijke beslissing moeten nemen om niet te gaan. Maar goed, deze week hou ik me rustig. En volgens mij ga ik dat lichtbedje kopen bij de Dirk, hoor. €30. Dan heb ik tenminste iets om op te liggen. Want ik kon wel iets lenen van een buurvrouw. Maar ze is er zo zuinig mee. Dat ik een slot ben gaan kopen voor dat ding. Ja, vooral met andere mensen spullen. Maar goed. Ik ben gisteren naar de film Barbie geweest. Ik had zoiets van, oh mijn god, het is misschien weer zoiets als La La Land. Maar het heeft een verrassende twist. Waardoor het toch een film is van, ja. Ik zeg verder niks. Ik laat een klein beetje footage zien wat ik gisteren heb gemaakt. En ik zou zeggen, ik zie jullie straks. Dus wat ik ga doen is nu, ik moet naar de holding. En dan ga ik infuus laten aanbrengen, CT-scan en dat bord versterkt infuus. Dus, ik ga naar binnen. Doei! Mijn mening over de Barbie-film? Ik ben zeer verrast. Als je de trailer ziet, denk je van, wat voor film is dit? Een poppenfilm. Maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft een bijzondere twist. Maar dat ga ik niet verklappen. Oké, doei. Ik ben klaar. Ik moest even wachten, daarom duurt het lang. Omdat ik moest wachten op de anesthesist die tevoorschijn moest komen. Kom. Ja, ik heb tegenwoordig een cameraman. Een cameravrouw, vlogt ik over Judy. Dus, ik ga me eerst even. Nee, ik ga gelijk naar de radiologie. Dan ga ik daarna langs. Want de anesthesist gaat melden dat ik wegga, dat ik eraan kom. Meestal moet je opgehaald worden. Maar dat is even niet. Nu ga ik zelf. Dus we lopen nu gewoon alsmaar rechtdoor en dan gaan we naar de glamour room. Ik ga mijn hand wel even zo houden. Het is dus net in mijn elleboog, maar gelukkig heb ik jou bij me. Dan hoef ik niet, hoef ik dat niet te doen. Maar goed, anyway. We gaan naar de radiologie. En dan wordt het CT-scan gemaakt. Ik ben benieuwd. Dus. Monster? Klaar. Op naar de spa.
zo. Jo, ken ik wel. Volgens mij. Het zal best. Ja. Op een gegeven moment ken je alle gezichten. Alle oncologische verpleegkundigen. Ja. Nou, eerst even spoelen. Ja, eerst spoelen. En daarna komt de medicatie. Ja. Die wordt dan daarna aangesloten. Dus. Doei, doei. Ik ga nu zitten eraan. Nu word ik gespoeld. En daarna krijg ik de medicatie. Ja. Dus ik ga even op mijn tablet en ik ga Tony praten. Want ik heb vandaag gezelschap bij me. Dus doei doei. Sorry Angela, ik ben mijn slabbetje vergeten thuis. Alle drie. Want dit is de plek waar ik het nodig heb. Dus we gaan nu proberen te eten zonder te morsen. Zonder te morsen. Tot over 3 maandjes. Zo, ik ben klaar. Oh, ik ga nog wel even mee. Oh, wil je op nul drukken? Ja, graag. Dankjewel. Oké, we gaan nu naar beneden, naar de metro. En dan gaan we op stoelenjacht. Nee, je moet hier blijven. Nog eentje naar beneden. Oeh, sorry. Bijna. Ik ben weer thuis. Ik heb met Judy hebben we even wat gehaald bij de Dirk, bij de supermarkt hebben we even wat toosjes gegeten. Heel licht gegeten. En ja, ze is nu weer terug naar de kinderen. En ik ga even rusten. Voor de rest is alles verder goed gegaan. En ja, ik moet veel drinken. Dat moet ik wel doen. Ik heb wel heel veel, het spoelwater heb ik flink laten doen. En strakjes haal ik mijn verbandje weg. Ik laat het nou even zitten, maar het moet niet te veel plakken. Ik denk dat ik het al weg ga halen. Maar goed, anyway. Ik ga even liggen. En ja, dit was een korte vlog, denk ik. Even kijken hoe ik me verder voel. Vandaag is ook mijn laatste dag dat ik de medicatie hoef te slikken. Ik hoef vanavond alleen. En dan heb ik de komende week mijn chemovrije week. Zo als ik dat noem. Dus dan kijken we even hoe het gaat. Mijn ontlasting is goed, maar ik ben wel vaak naar de wc geweest. Maar het is goed, daar ben ik blij om. Ik was heel blij dat Judy bij een shout-out naar Judy. Ik ben heel blij dat ze met me meegaat, want ik merk dat ik zo'n dag doe dan ook niet te lang. En dan ben je bent aan het praten en de tijd gaat zo snel daardoor. Dus dat vind ik altijd heel fijn als iemand met me meegaat. Vooral als ik lang naar het ziekenhuis moet, zoals vandaag. En dan nog is het kort. In vergelijking met wat anderen moeten meemaken. Maar goed, anyway, ik ga even slapen. Tot later, doei doei. En dit is de day after. Oké, ik weet niet of ik te veel had gegeten, ik denk het niet. Maar ik had weer een spannende buik gisteren, een spanning in mijn buik. Ik heb toen maar weer een beetje van pijnstiller genomen. Voor de rest voel ik me verder wel prima. Ik ben nu pas opgestaan, het is nu 's middags. Bijna 2:30. Maar voor de rest, het gaat rustig. Alles is vlekkeloos gegaan. En vandaag voel ik me ook wel redelijk. Ik ga straks even een vriendin ontmoeten. En dan ga ik weer naar huis. Ik maak korte tripjes. Ik wou naar de bioscoop gaan, maar die film draait niet. En morgen kan ik niet. Dus dat vind ik wel jammer. Want ik krijg morgen een invalschoolmaakster. Maar goed, anyway. Ik ga deze vlog afsluiten. Voor alle duidelijkheid ga ik iets opnemen wat ik ook ga posten. Ik merk dat ik heb een paar foto's heb ik namelijk op mijn Facebook story heb ik gepost van gisteren. En ik merk dat mensen helemaal in paniek raken van mijn god, je bent weer in het ziekenhuis en dat soort dingen. En toen dacht ik van ja,
Dat is schrikken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar lieve, lieve mensen, ik moet om de 3 maanden naar het ziekenhuis. Maar goed, mijn YouTubers weten dat. Ik hoef jullie niks uit te leggen, want jullie weten dat. Maar voor de nieuwe mensen die er zijn, welkom bij mijn channel. En ik deel mijn leven door het omdenken. Maar goed, heel veel mensen schrikken als ze dan zien dat ik in het ziekenhuis ben. Maar ik moet daar om de 3 weken zijn. Ik ben om de 3 weken daar. En om de 3 maanden moet ik voor die CT-scan, moet ik voor die glamourfoto gaan. Maar goed, anyway. Ja, dat is mijn leven. Ik moet zeggen, deze kuur heeft wel meer bewegingsvrijheid van me beperkt. Zoals jullie hebben gemerkt in de andere vlog. En nu ook weer. Het weekend was ook een beetje minder. Ik had voor het eerst dat ik even verdrietig daarom was. Maar ja, er komen mooie dingen op mijn pad. En ik ga me nu voorbereiden op zomercarnaval. In de zin van dat ik mijn bed, mijn bank ga zetten. Dat ik ga liggen wanneer ik wil. Dat ik stoelen heb. En ja, ik hoop alleen op mooi weer. Dus laten we even kraken dat het niet regent. Bewolking mag er zijn, maakt niet uit. Maar dat het niet regent. Dus cross my fingers. Dus ik zou zeggen like, comment en subscribe. En sosolobie!